Ik hoop dat je, ik weet niet, vermengd wordt door auto. Fuck you! Ik wou zo deze video leuk beginnen en zo zeggen, yo, welkom, goedemorgen. Zo'n beetje die ochtendsfeer. Het probleem is, ik ben net wakker. Het is 2:54. Ik word nu wakker. Mijn dag is weer helemaal de kloten. Weten daar nu al toeristen de hele dag op het strand liggen te zweten of zo. Ik kom net wakker uit mijn holletje op mijn kamer. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar het skatepark in Blankenberg is klaar. Dus blijkbaar zijn er al mensen gaan skaten. Maar zijn ze weggestuurd door de politie of zo. Dus ik ga sowieso ook. Wat denk je dat ik niet naar het skatepark ga? Mensen moeten mij klaarmaken, want ik stik nog helemaal naar zweet. Dus smash zeker uit boog. Ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd vlog ik dagelijks of zo. Het zijn eigenlijk gewoon mijn video's van vroeger, maar dat gewoon anders. Snap je? Ik ga me klaarmaken. Let's go. Oh fuck. Ja, dat was niet de kraan. Weet je hoe raar het is? Ik ga me nu douchen. Het is nu 3:15. Dat betekent dat binnen een kwartier een schooldag gedaan is. Dus eigenlijk word ik pas wakker in de zomer op het moment dat ik uit mijn school kom. Dus eigenlijk is er helemaal niks anders dan zomer. Het is treurig. Het is treurig. Heel treurig. Ik ga douchen. Wat gebeurt er allemaal? Ik weet het niet. Wow. Let's fucking go. Oh. Oké, maar even serieus. Ik ben geen beauty vlogger. Ik ben ook geen fashion guy. Maar ik ga jullie wel even een tip geven. Weet je nu echt niet hoe je een meisje moet verleiden? En zit je echt zo in de struggle met jezelf? Van fuck, wat moet ik doen? Ik weet echt niet hoe ik naar een meisje moet gaan en moet beginnen praten met haar. En is dat nu echt een meisje dat je leuk vindt? Of eigenlijk boeit eigenlijk niks? Kijk, regel 1, ruik lekker. Een meisje vindt het nooit leuk als je stinkt naar zweet en kak en pis. Ruik gewoon lekker. Als ik je tip mag geven. Want als jongen is er niet zoveel om naar te kijken op YouTube waar ze echt tips geven. Koop parfum! En als je niet weet welke parfum, koop deze! Dit was de beste aankoop sinds een onderbroek. Dit is hot in een flesje. Ik weet niet hoe het komt, maar die shit werkt altijd. Of ja, een andere die lekker ruikt. Maar koop gewoon iets waar je lekker door ruikt. En alle chickies gaan gewoon rond je vinger. Elk meisje vindt het leuk als je lekker ruikt. Dank u wel, Acid. Thank me later. Als je chickie hebt, dan mag je zeggen, yo, thanks Acid, om te zeggen dat ik lekker moet struiken. Misschien moet ik wel een beauty channel beginnen. Ik weet niet, heb ik daar ambities voor? I don't know, let's go. Ik weet niet of er veel mensen weten wat dit is, maar als je aan het strand woont, dan is dit eigenlijk echt je jeugd. Dan is dit eigenlijk echt het allereerste keer dat je bezig bent met dingen verkopen en shit. Mijn mama maakte dan allemaal bloemen en dan verkocht ik die aan schandalig hoge prijzen. Oké, kijk, nu ben ik een YouTuber, dus life goes on. Er heeft by the way een vogel gepoept op mijn skateboard, dus als je je nog eens afvraagt... Hey Acid, waarom ben je altijd zo boos op de meeuwen? Daarom dus die dingen kakken op mijn skateboard. Vraag me ook echt af hoe dat kan. Hoe kan er nu een beest kakken op mijn skateboard? Die kans is 1 op een miljoen of zo, maar oké. Nu wandel ik zo in het raarste steegje ooit. En ik weet niet of er mensen zijn die weten welke plek dit is. Maar ik heb hier vorig jaar eens een video opgenomen. Dat was iets met eieren. Mijn vrienden zijn net naar het skatepark geweest van Blankenbergen. En ze zijn gewoon weggestuurd door de politie. Dus natuurlijk ga ik ook eens gaan. Dit is ook zo'n illegale doorgang om van mijn straat naar een andere straat te gaan. Vroeger gingen al de mensen die hier woonden dan altijd de politie bellen. En zo omdat we hier gingen skaten en dat mocht niet. Is hier echt geen fuck te doen vroeger en nog altijd niet. Maar als het skatepark klaar is, dan gaat het wel hype zijn. Dus ik ben er klaar voor. Let's go. Dames en heren, na 5 jaar wachten op een skatepark in Blankenbergen, is het eindelijk klaar! What the fuck? What the fuck? Holy shit! Kan staat de politie hier elke 5 seconden, dat is nu echt volledig dicht. Het is af! En we gaan eens checken hoe dat skatepark is, let's go. Als je iets afsluit, doe het de volgende keer beter of zo, ik weet niet. Alsof ik aan het inbreken ben in een bank of zo. Oh shit. Pass me the camera, man. Wow! Dames en heren, check even dit. What the fuck? Dit is zo sick. Dit is een van de vetste dingen dat ik ooit heb gezien in Blankenbergen. Eigenlijk nog nooit iets vet, want in Blankenbergen is er nooit iets vet. Maar what the fuck, dit skatepark. Je weet niet hoe blij ik ben dat het er eindelijk staat. Als kind heb ik hier nooit een skatepark gehad. Dan ben ik altijd fucking lang met de auto moeten rijden voor een goed skatepark. Dat is niet normaal. En het is zo fucking mooi. Kijk, dus we moeten nu weg. Ik snap het zelf ook niet zo goed. Het is klaar, maar het is eigenlijk niet klaar. Maar we moeten nu weg. Maar ik kom straks nog terug als iedereen hier weg is. What the fuck? Wat gebeurt er daar? Yo, everything okay or nah, no. Guy deed gewoon super vriendelijk tegen ons omdat hij zag dat we kameraden en zo. Ik weet niet, als we geen kameraden hadden, had hij waarschijnlijk de politie gebeld. Toen zei hij ook zo allemaal van die dingen zo, yo, als ik er niet was, was de politie er al. Hij heeft dan ook gezegd daar om 6:30 daar niemand meer is. Dus dan gaan we sowieso terug. En nu ga je naar mijn huis, want ik heb dorst.
Wat doen jullie hier? Als ik dan al naar mijn huis zou komen, wat al minder chill is, dan moet je echt niet mijn huis filmen zo van die hoek van de straat. Dat is echt een no-go zone. Snap je dat? Begrijp je waarom dat ik zeg dat je mijn huis niet mag filmen? Anders staat er hier elke dag een hele kring mensen rond mijn huis. Nu weet al iedereen waar dat ik woon, maar ik wil niet dat, ik wil niet dat iedereen weet waar dat ik woon. Snap je, dit gebeurt dagelijks, zodat mensen zo voor mijn huis staan. Dan snap je nooit goed wat ik moet zeggen. Behalve als ze iets filmen, want dan is het zo een beetje shady. Als we niet kunnen skaten buiten, dan skaten we gewoon op Skate 3. Was nog altijd het allercoolste spel gemaakt ooit sinds, ik weet niet, Playboy Mansion 3 of zo. En jullie moeten nu eigenlijk niet denken dat ik die kijkers grof behandeld heb of zo. Ik heb gewoon gezegd tegen hen niet filmen, want ik denk dat niemand het leuk vindt als hun huis gefilmd wordt. En als er dan deze video van mij op YouTube staat, dat ik op mijn balkon sta, dat is niet de bedoeling. Dus ja, ik ga gewoon een beetje verder skaten en andere dingen doen. Dus let's go. Yo! Waarom hebben jullie een go-kart? Omdat dat gewoon zakt is. Dat is fucking gay. Willen jullie foto? Nee. Oké, chill. Nice. Echt wel raar eigenlijk. Waarom komen jullie dat heel tijd door mijn straat rijden en eisen te roepen dat jullie geen foto willen? We hebben geen telefoon bij. Scare tijd, broer. Maar kijk, jullie zitten wel in de video, dus dat is wel fijn. Even fijn als slot marsepeinstein. Nog een fijne middag. Ah, jullie, die meneer heeft net de politie gebeld. Yo, ik weet niet of jij ooit kind bent geweest. Maar wat je net hebt gedaan is echt fucked up gay. Ik hoop dat je, ik weet niet, vermengd wordt door auto. Fuck you! Hey, dus de politie is net gebeld of zo, maar het is ook echt niet meer normaal of een volk hier is op dit moment. Dus, het is alsof het echt skatepark is, ik snap het niet goed. Maar dus die faggot heeft net de politie gebeld. Hij blijft daar ook gewoon staan. Als hij blijft staan, gaat hij met stenen naar zijn hoofd gooien. Dus hopelijk komt de politie, ja joh. De politie is niet gekomen, dat zorgt er dus voor dat 1 is voor het skatepark en 0 voor de politie. Fuck politie, de skateboardingen, ja fuck jullie. Het skatepark van Blankenberg is eigenlijk nog amper officieel open gegaan. Normaal gaat hij pas open in oktober of zo, maar fuck die shit. Als je kan skaten, dan kan je skaten en dan skaten we gewoon. En die kerel die ik had gefilmd, die de politie had gebeld, heeft dus echt wel de politie gebeld. Maar toen de politie gekomen is, hebben we ons er een beetje uitgepraat en was het goed of zo. Dus we mogen wel skaten! Dat betekent dat er echt hele vette dingen aan zitten te komen voor de komende vlogs. En ik ben van plan om dagelijks te blijven filmen. Ik weet niet hoe je het kan noemen. Dit ga blijven doen tot het einde van de zomer. Dus tot 1 september of zo. Dus dat is fucking vet, want als de skatepark er staat, dan kunnen we daar fucking veel naartoe gaan. En dan kunnen we daar echt gekke dingen filmen. Dus dat zou ik hier bij de video willen afsluiten. Vond jij het nu leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen tot morgen in een nieuwe vlog op mijn kanaal. Adios, bitches. Oké, de Q&A is nu met de kat. Vragen voor de kat. Kat, wat vind je het leukst? Wat vind je het leukst aan mij? Oké, dan. Ah ja, en by the way, fuck the police coming straight from the underground. Ja, you.